video. In deze video gaan we weer een unboxing doen van iets wat hiernaast ontstaat. En dat is namelijk de Glam Goo Mega Pakket Slijm Maken. Ja, en we zijn er super benieuwd hoe we hier eigenlijk slijm mee gaan maken. En we hebben dit al eens voorbij zien komen in de winkel. En toen dachten we ook echt van, wat zijn dat allemaal voor dingetjes wat je met dat slijm doet en zo. Ja, en het ziet er wel heel erg leuk uit. Volgens mij kan je die slijm die je uiteindelijk hebt gemaakt ook weer in dingetjes opbergen. Dus dat is super handig en super leuk. Dus dan heb je eigenlijk altijd je slijm mee. Laat het maar gaan uitpakken. Oké, we gaan hem nu open doen. Oké, wow. Ik ben benieuwd. Dit is eraf. Ga ik nu eventjes alle productjes eruit halen. Wow. 1, 2. We hebben de hele box nu uitgepakt en eventjes alles netjes voor ons gezet. Om eventjes een overzicht te krijgen van wat we nou allemaal hebben. Wat er allemaal in die box zit. Als eerste hebben we natuurlijk slime. Het is al slime, dus het gaat echt om het decoreren van de slime. En ja, dat kan je dus doen op je eigen manier. En natuurlijk het opbergen daarna in de verschillende dingetjes die we hier hebben staan. Ja, want je kan het bijvoorbeeld opbergen in 2 halskettingen. En hier, dit is heel leuk, hier zit ook nog een lampje in. En nou, hier hebben we dus nog een hartjeshalsketting. Een make-up kwast. En 2 ringen. Gebruiken en dan kan je er slime in doen. En daar kan je ook slime in doen een beetje. Ketting kan je omdoen. En dan heb je gewoon altijd je slijm bij je. Een mengpaletje. Hier kan je het beste je slijm op doen. Dus dat is heel handig. En een menglepeltje. Waarmee je alles kan mengen. Decoratie voor de slijm. Glitterhartjes in. Hier zitten kleine pailletjes met roze en wit. En dit zijn allemaal hele kleine streepjes van zilver. En ze hebben ook allemaal verschillende namen, hè. Unicorn Fuzz. Cloud Crunch. Love Sprinkles. Mermaid Wishes. Die vind ik echt heel leuk al. Dance Mix. En Wildflower. Want dit zijn dus bloemetjes. En als laatste Summer Vibe. Hey, hoe dat was het leuk. Superleuk. Summer Vibe, Summer Vibe. 2 geurtjes. Geurtjes. Rose Mist, Violet Vibes. En als laatste hebben we natuurlijk nog een kleurtje. Happy. Cause I'm happy. Electric Bloom. En Pinky Promise. Pinky Promise. En dit zijn dus eigenlijk alle dingen die je nodig kan hebben om slijm te maken. Dus je kan het overal, kan je je slijm dus mee naartoe nemen. Er zijn dus ook 4 verschillende soorten slijm die je kan maken volgens de regels. Want je kan natuurlijk zelf kiezen wat je allemaal erin wil doen. Maar het is ook leuk om aan je bepaald thema vast te houden. En er zijn er dus 4. Moonlit. Pak even de instructiedingen erbij. Daarop staat wat je erin kan doen om die te maken. Dat is Wildflower. Dus dat is deze. Daarbij zit ook Mermaid Wishes. Deze. Dan de Electric Blue. En de Violet Vibes. En dan heb je dus 1 heel thema. En dan kan je dus aan houden. Maar dan hebben we nog andere thema's ook. En noem ze eens op. Hoeveel zijn het er nog? 3 en toch? Nog 3 andere thema's. Namelijk de Sweet Dreaming. Do You. En dan hebben we nog de Happy Dance. Wat ons nou heel leuk leek voor deze video. Is als wij zelf slime gaan decoreren. Maar afzonderlijk van elkaar. En we moeten dan ook daarna, als we het hebben gemaakt, kiezen waar we het in gaan stoppen. We gaan dus eigenlijk onze tweelingtelepathie testen. Of die ook echt waar is. En of we dus hetzelfde slijm gaan maken. Ja. Ik ben wel benieuwd, zus. Jij? Ik ook. Heel erg. Oké, zullen we dan maar gaan doen? Let's do this. We gaan nu een schot plaatsen tussen ons 2. Hoe gaat het daar aan de andere kant? Goed hoor. Super grappig. We kunnen elkaar dus niet zien. Hoeveel vingers steek ik op? 80. Nee, even serieus. 2. Nee. Okay. Goed zo. Mooi. Oké, let's go. Ja, dus laten we 1 van de 4 thema's doen. Ja, ja, we gaan kijken of we hetzelfde thema gaan kiezen. Ja. Oh wow. Gaat het goed aan de andere kant? Ja hoor. Oh my god. En ik heb nog al mijn ringen om. Er stond dus ook dat het in het begin nog heel erg plakkerig is. Heel plakkerig. Ik merk maar het. Maar dat komt helemaal goed, want dat wordt later minder. Oh, echt cool. Oké. Ja, het wordt al minder plakkerig. Dat is helemaal top. What? Kijk dit nou. Cool. Oké, ik begin met een klein beetje. Jij bent gewoon slim. Ik heb het nu goed gekneed. Stiekem zit jij nog gewoon helemaal vast met je handen. Dit gaat goed. Deze? Deze ga ik gebruiken. Kijken of jullie nog weten wat het was. Want ik kan het natuurlijk niet hardop zeggen. Want dan wordt mijn lieve wederhelft het ook. En dat willen we niet. Oh, dat ruikt echt lekker. Oh, geurtje. Zit een geur. Zit een geur. Zo. Misschien een beetje veel. Het wordt echt heel mooi. Ik heb struggles. Ik heb nog nergens last van. Bij mij gaat alles helemaal perfect. Zo. Deze berg ik nu even op. Kijk, zo ziet het er tot nu toe uit bij mij. Mijn wordt echt heel mooi. Het werkt echt super goed op dat matje. Kijk, ik laat het eventjes aan jullie zien. Ik kan natuurlijk niet praten over wat ik ervan vind. Als in geurtjes of zo.
Want dus ik ga nu gauw verder met het volgende. Geurtjes of zo. Jij hebt dus ook een met geur. Dit ziet er al mooi uit. Kijk dat het zo mooi door elkaar is. Kijk hoe mooi. Is jouw slijm al klaar? Oh, wat een mooie slijm heb jij gemaakt. De mijne is klaar. De mijne is ook klaar. Ik ga het nu ergens instoppen. Ik ook. Dat doe even. Kijk, dat van mij zit ergens in. Ben je klaar? Bijna. Yep, ik ben klaar. Zo, eindelijk. We halen nu eventjes het schot weg. 3, 2, 1. Wat voor slijm heb jij gemaakt? Diu Yu. Ik heb de Summer Vibe Mix gebruikt. Dus toen heb ik Sweet Dreaming gemaakt. Ik heb wel eentje met de geur en ik vind het super leuk. Ik vind het ook zo leuk dat je het kan opbergen. Kijk, ja, en je kan het dus ook gewoon weer, als je gewoon eventjes zin hebt om slijm te vast te houden, dan doe je gewoon dit, zo. En dan haal je hem eruit. En dan kan je gewoon eventjes frunniken en zo. Ja. En je hebt ook nog eens een leuke accessoire. Precies. Ik stop mijn slijm weer lekker er terug in. En ik heb eigenlijk wel zin om nog een keer slijm te maken. Ja, laten we dat doen. Zullen we het nu wel samen doen? Ja, laten we het nu samen doen. Dan gaan we nu samen slijm maken. En we gaan dezelfde slijm maken, toch? Ja, we gaan met deze fluffy. En deze moet er ook nog bij toegevoegd worden. Gaan we dus samenvoegen. En dan gaan we de happy dance doen. Maar daar voegen we ook nog eventjes de love sprinkles aan toe. Omdat we die zo leuk vinden. Oh, zo had jij het net gedaan, of niet? Het is gewoon met mijn handen gepakt. Dat doe ik nu ook. Oké, we zijn nu dus eventjes bezig om het slijm goed weer te kneden. Want als je het goed hebt gekneed, dan is het daarna minder plakkerig. Ja. Want als je het eruit haalt, is het altijd plakkeriger. Wat ik eigenlijk best wel lekker vind. Oké, ik ga nu eventjes dat andere toevoegen, gewoon tussendoor. Ik heb mijn handen ondertussen vrijgemaakt. Oh my god. Voelen? Oh my god. I love it. Wow. This is gonna be awesome! Wow. Het wordt nu ook meteen wit, weet je wel. Het is echt mooi. What? Kijk dan! Oh, dit is echt mooi. Het begint echt cool te worden. Wow. Kun je weer de langs leert kan maken, ja? Oké, 3, 2, 1. Oké, jij hebt gewonnen. Dan gaan we er nu dingen aan toevoegen, oké? Ja. Ik heb hem uitgespreid. Dan ga ik nu pakken wat erbij hoort. Ik begin met de unicorn. Ik ook. Unicorn fuzz. Oeh, dat is wel heel veel. Oh, ik heb ook heel veel in één keer. Oh, dat voelt echt lekker, man. En even mengen weer. Ziet er cool uit met al die glitterstaafjes erin. Oh, wauw, ja. Oké, ik ga de volgende toevoegen. Dit is nu wel goed gemengd. Misschien dat ik er zelfs zo nog wat bij doe. Ik ook, maar okay, eerst die andere. De dance mix gaat erbij. Deze lijkt me echt leuk, man, met al die bolletjes. Daar komt die. Eerst dichtvouwen. Oh, je voelt die bolletjes er helemaal in. Kijk. Wat je ziet de bolletjes. Ik ga er nog wat bolletjes bij doen. Oké, de glitters erbij. Van glitters kan je nooit genoeg krijgen. Oh, kijk hoe mooi. En nu de laatste, de geur. De geur er nog bij. Welke doe jij erbij? De violet vibes. Leuk hoor. Oh, wauw, lekker. Oh, dat ruikt me echt lekker, ja. Ik mijn slijm is af. Heerlijk. Nou, ik vind deze zo fijn met ik vind van. Deze ook heel leuk. En al die bolletjes. Ik doe hem in een ring. Ik ga gewoon hem in de kwast doen. Daar ging een balletje. Oké. Mijn ring is helemaal klaar. Mij nog niet. Ik probeer het in de kwast te doen. Oh kijk, het gaat wel. Je hebt niet zo heel veel erin hoor. Ik ben het dus nu in die kwast aan het stoppen. Zodat ik het altijd bij me heb. Kijk. Tada! Tada! Heel leuk vind ik het. Dat je het ook gewoon zo kan bewaren in alles. Ja, en dit kan je gewoon meenemen. En als je dan denkt, oh, ik wil even frummelen. Dan kan je lekker een slijm erbij maken. Ik vond het echt super leuk om te maken. Ik vond het ook echt super leuk. Al die glitters en kleurtjes. Oh, ik word echt altijd helemaal zo van, ik wil het nu gewoon doen, weet je wel. Het is echt super cool. En je kan er echt heel veel verschillende soorten slijm mee maken. En ook nog zelf creatief zijn. Ja. Dus dat vind ik echt heel erg cool. Je kan er echt gewoon fashion slime van maken eigenlijk. Ja, en je kan het dus gewoon altijd bij je dragen, wat gewoon super leuk is. Ja. En we mogen ook nog een heel groot Glamcool Megapack weggeven aan jullie. Dus het is ook gelijk een winactie. Ja, en wat moet je nou doen om te winnen? Nou, het is heel simpel. Wij hebben namelijk een vraag voor jullie. En als je die goed beantwoordt en die hieronder in de reactie zet, dan win je misschien wel dat mega
Glam Goo pakket. Ja, en dan verder moet je natuurlijk ook nog een duimpje omhoog hebben gedaan voor deze video. En geabonneerd zijn op ons kanaal. Ja, en als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube kanaal, doe dat dan zeker even. Want we gaan gewoon door naar de 200.000 abonnees. Dat moeten we gewoon halen. Ja, we gaan net zo lang door tot we die hebben gehaald. En dan gaan we nog een keer door. Ja, we willen dus, gewoon op naar die miljoen. Dus abonneer allemaal. Ja, want we willen naar de miljoen abonnees. Dus hopelijk helpen jullie ons en druk je op die abonneerknop. En dan blijf je ook nog eens op de hoogte van alle video's die we nog meer maken. En de vraag is, welke glitters hebben Milene en ik allebei gebruikt? Dus welke overeenkomst is er tussen ons slime eigenlijk? Ja, als jij het antwoord weet, zet het dan hieronder in de reacties. En misschien ben jij dan wel de winnaar van dit super toffe Glam Cool pakket. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei! Thank you.